Yo, guys, voor Game Max, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we terug op Mindtopia, mensen. En ja, vandaag iets speciaals. En ja, zoals jullie zien, ik heb een Spanje outfit aan. Deze had ik toevallig hangen. Maar dit is dus een WK special, deze video. En ja, het gaat dus eigenlijk over het WK, deze video. En ja, we gaan wat weggeven natuurlijk, aangezien we ook een prijsvraag gaan doen. En ja, dat staat ook in de titel, dus vandaar dat heel veel mensen geklikt hebben. Kappen. Nee, in ieder geval, we gaan dus van alles doen. Wil je iets winnen, dan moet je vooral blijven kijken. We gaan sowieso dit setje gaan we wel even weggeven. Want het zijn niet voetbalbroek, voetbalschoenen. Ja, we kunnen ook wel nog wat heads weggeven. Maar zoals jullie weten heb ik de vorige video een hele accessoireswinkel leeggekocht. Met 100.000 ballonnen, verrekijkers, wat dingen nog meer. Wandelstokken. Wat was er nog meer? Horloge weet ik niet zeker. Ja, wandelstokken, ballonnen. Ja, ik weet het al niet meer. Het waren ook heel veel verschillende dingen. In ieder geval, dan moet je even de video terugkijken als je die nog niet hebt gezien. In ieder geval, daarvan gaan we ook dingen weggeven. En het gaat natuurlijk om het WK. En daar komt de prijsvraag over. Dus blijf wel kijken als je die wil weten. Maar, dan gaan we eerst eventjes naar het plein lopen. Want we gaan even de drukte opzoeken. Want ja, natuurlijk, het WK is bezig. De groepsfases zijn nu voorbij. Dus ja, de betere landen zijn een beetje door nu. Met ja, Duitsland is eruit. Dus niet alle betere landen zijn door, maar de meeste. Laat het zo zeggen. Duitsland ligt eruit, die ik wel goed vond. En ja, een paar landen hadden nog kans. Voor degenen die ook gekeken hebben, die weet het wel. Maar in ieder geval, er komen dus nu wel echt goede wedstrijden aan. Zoals Argentinië, Frankrijk. Wat was er nog meer? Engeland, Colombia volgens mij. En Portugal tegen Uruguay. Dus er komen genoeg zieke wedstrijden aan om te kijken. En daar gaat ook een beetje de vraag over. Het is een beetje een prijsvraag. Degene die het goed hebben. Ik kan niet iedereen wat geven die het goed hebben dadelijk in de reacties. Want ja, als ik dat moet doen, dan ben ik wel alles kwijt wat ik heb. Want de prijsvraag is namelijk: wie gaat het WK winnen? En wie wordt de topscorer van het WK? Dus ja, dan moet je dan achterlaten in de reacties welk land jij denkt dat gaat winnen op het WK. En ja, wie de topscorer van het WK wordt. Dus je kan ook bijvoorbeeld doen dat België wint en Lukaku van België ook topscorer wint. Maar je kan ook gewoon, doen dat bijvoorbeeld België wint en Ronaldo van Portugal topscorer wordt. Dat kan ook. Dus je moet gewoon achterlaten wie er gaat winnen. En ja, het WK wint en de topscorer wordt. Dus het kan van twee verschillende teams zijn. Dan allemaal van hetzelfde team zijn. Dat mag allemaal. Dus dat is het enige wat je moet achterlaten. Zet natuurlijk je Minecraft naam en je Twitter ook in jouw reactie. Dat is wel handig dat ik jou kan contacteren als je hebt gewonnen. Dus zet jouw Minecraft naam en je Twitter ook in je reactie. Dat is wel handig om te contacteren. Dus ja, nog een keertje. Wie wint het WK en wie wordt de topscorer? Ik ga natuurlijk eerst kijken naar wie ze allebei goed heeft. En als dan niet zoveel mensen zijn, dan kies ik ook nog mensen die maar eentje goed hebben. Maar ik zal een beetje tips geven. Ik denk zelf dat Brazilië gaat winnen. Brazilië, België maken een goede kans. Er zijn natuurlijk heel veel Belgen die kijken. België maakt zeker een goede kans. Maar ik denk persoonlijk, Brazilië heeft toch echt op elke plaats een topspeler staan. En België, ja, die is nog wel... Ja, die kunnen nog wel eens een foutje maken in de verdediging, laten we het zo zeggen. Dus dat denk ik dat een beetje de kanshebbers zijn voor mij dan. Sommige mensen zeggen Frankrijk, Argentinië, Uruguay, Spanje, Portugal, kan allemaal. Maar ja, ik denk persoonlijk België of Brazilië. Dus één van die twee denk ik. En dan ja, ondertussen hebben jullie denk ik al lang een reactie achtergelaten wie er gaat winnen en wie de topscorer wordt. Maar we gaan eens een beetje mensen hier op het plein vragen. In ieder geval laat je zoeken je Minecraft naam erbij en je Twitter, anders hebben we er niet zoveel aan. We gaan eens een beetje naar het plein lopen met mijn Spanje pakje aan, ook al ben ik niet van Spanje, maar ik had alleen dit pakje liggen. Dus ik dacht, doe die maar gewoon even aan voor de video, dat is wel even grappig. Nou, dan gaan we even naar het plein lopen. En dan gaan ze even vragen. Yo, mensen. Welk land wint het WK? Nou, we gaan eens kijken welke landen ze hier zeggen. Nou, wat zeggen ze? België? Ja, dat is een Belg, denk ik. Nederland doet niets mee, maar oké. Naar België. Beetje druk hier. Wie wint het WK, jongens? Ze zien het allemaal niet eens. Nederland. Nee, dat kan niet. Korea ligt er al uit. België, Brazilië, België.
Nee, dat doet niet mee. Sommige mensen weten volgens mij helemaal niks over voetbal. België of Kroatië? Ja, Kroatië is ook wel een goede outsider, moet ik zeggen. Ze hebben het goed gedaan. Ze hebben gewoon Argentinië gerekt. Ja, België zeggen ze allemaal. Ja, het zijn vooral België. Dat zie je in de vid van vanmiddag. België. En wie wordt WK topscorer? Als je het zo schrijft. En wie wordt de WK topscorer? Duitsland, ja, die leed er al uit. Lukaku, Ronaldo. Lukaku, ja, die staat er wel goed voor. Die heeft al 4 doelpunten, als ik het goed heb. Lukaku zeggen ze hier. Ja, dat zeggen ze. Dat zijn allemaal Belgen natuurlijk. Die zeggen dat allemaal. Ja, dat denk ik. Ik denk dat het een beetje tussen Ronaldo, Lukaku en ja, nog een paar gaat. Dus ja, dat denken de mensen dus hier op het plein. Ik zie veel België, maar ja, dat heb je natuurlijk als je Mindopia speelt en alleen maar Nederlanders en België spelen. En ik zag toevallig dat er best wel België stonden. Dus ja, daarom zeggen ze natuurlijk België. Ben je voor Spanje? Nee. Ik ben niet voor Spanje. Wie gaat er volgens jou winnen? Dat zie je in de wit. En je kan wat winnen. Als je meedoet met de prijsvraag. Het is natuurlijk één keer mensen, laat achter in de reacties wie het WK gaat winnen en wie de topscorer van het WK wordt. En laat je Minecraft naam en je Twitter erbij achter, dat ik jou kan contacteren. En ja, ik doe mee. Ja, natuurlijk doen ze allemaal mee, want ze willen allemaal winnen. En wat geven we weg? Dus we geven dit setje weg. En nog heel wat accessoires die we gekocht hebben in de vorige video. Heb je die nog niet gecheckt, dan moet je even checken. In ieder geval, ze lopen allemaal achter me aan. Ik weet niet waarom hij achter me aan loopt, maar... Ja, dat is een Belg. Die is sowieso voor België, maar hij is politie. Hij is politiewerk en toe willen zien. Wat willen ze? Pas op. Voor wat? Voor wat moet ik oppassen? Ben je aan het opnemen? Ja. Gaan we één keer live. Komt goed. Nou, ik denk dat het... Je schiet... Wat is dit nou weer voor iets onzin? Nou ja, oké. Hij heeft een Nederland pakje aan. Kijk. Hij heeft een Nederland pakje aan. Sta stil. Kijk. Hij heeft een Nederland pakje aan. Die is enchanted. Yo, Timo. Het is een gangsterwil. Moest even je pakje showen in vid. Nou, in ieder geval, de mensen hier denken dus vooral België, aangezien het ook veel Belgen zijn. Dus waarschijnlijk gaat er in de reacties ook staan heel veel België en Lukaku als topscorer. Maar ja, ze maken een goede kans, zou ik zeggen. Maar aangezien België in een moeilijke route... Laat zeggen, België komt nog Argentinië, Frankrijk, Brazilië of zo tegen als ze de finale willen halen. Dus die moeten ze nog allemaal verslaan, de achtste kwart en... achtste finale moeten ze tegen Japan. En in de kwartfinale komen ze dan tegen Frankrijk of Brazilië. Nou, dan mag je even een screen. Dus ja, ik denk dat het heel moeilijk gaat worden voor België. Maar als ze van hun kunnen winnen, dan kunnen ze ook de finale winnen. Dus dat denk ik ongeveer. Ondertussen mag hij een screenshot maken. Ja, klaar. Nou, hij weet dat, als mensen weten dat ik het opneem ben, dan willen ze ineens in de video komen. Ja, dat zou ik ook doen. Ik ben er weer. Ik heb de deur op. Zij heeft ook wel eens naar binnen gelopen, dat was ik opgepakt, denk ik. Maar in ieder geval mensen, ik wou ook nog een andere vraag stellen, dat is ik helemaal vergeten alweer. Wat moet ik in Mindtopia gaan doen? Een nieuw bedrijf starten en wat voor bedrijf? Laat het ook achter in de reacties mensen, want ik weet niet, ik ben nog een beetje aan het denken, wat moet ik nu gaan maken? Want ik weet het gewoon niet meer. Ik heb al zoveel dingen gemaakt, tot kleding, ik heb alles al gedaan, letterlijk alles. Veiling, kleding, voedsel. Vitamine, het winkel, fitness ding, vitamine. Wat heb ik nog niet gedaan? Ja, ik weet zoveel dat ik het al zelfs niet meer weet. Dat is wel erg. Advocaten heb ik ook gedaan. Ja, verzin iets wat leuk is, wat ik kan doen. Ik heb genoeg geld zoals je kan zien, dus dat kan allemaal goed komen. Wat zeg ik nou? Kunt goed komen? Nee, kan goed komen. In ieder geval, ja, in principe was dit de video. In ieder geval, laat nog eventjes achter wie er gaat winnen. Het WK, de topscorer en welk land er gaat winnen. Ik krijg vitamine van hem. Nice, vitamine C, nice. Nou, die ga ik even innemen.
thanks. En voor de rest hoop ik dat jullie even allemaal abonneren. Als je wilt meedoen, moet je natuurlijk wel geabonneerd zijn aan deze video. Liken, deel deze video dan ook even met al je vrienden. No problem, zegt hij. Nou, dankjewel voor de vitamine, Mier West. En dit was de video. Als je het een leuke video vond, vergeet te liken, te abonneren. Zoals ik al 10 keer heb gezegd. En dan bedankt voor het kijken. En vergeet zeker niet in de reactie te plaatsen met wie het WK wint en wie de topscorer wordt. En dan bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!